Prachtig, ja. En mijn praatje dus gaat over nestbescherming van de kieviet in de grote regio rond Gent. Ik ben dus zelf van Gent, maar ik ben voornamelijk werkzaam voor INBO als vogelonderzoeker, zeg maar, in het kader van notencreatuur van DOC in de Waaslandhaven. Dus, en ik ken zowel Gent dus vrij goed als de Waaslandhaven. En, doordat ik daar nu toch al ruim bijna 20 jaar, denk ik, kom, ook het gebied daartussen vrij goed. En daar zitten vrij veel kievieten, ga je zelf zien. En ik heb vorig jaar een project gedaan rond kievieten. Ik ben al jaren bezig met kievieten, als ringer, als vogelkijker, als teller, als ook beheerder van weidevogelgebied in de Gentse Leievallei. Maar ik heb vorig jaar daar een project gedaan in samenwerking met de VLM. Voornamelijk eigenlijk in de praktijk met de bedrijfsplanners. Ik heb dat een beetje met verschillende petten opgedaan, als natuur.genter, als vogelwerkgroep-genter, als inboer. Ook de Wendy Aerts die daar ziet staan, was een stagiaire die ik had met inbo, die met allerlei dingen rond broedvogels ook in de Waaslandhaven heeft meegeholpen, maar dus ook in dat kievietverhaal een beetje meegeholpen heeft. De aanleiding van het project is wat we nu al er juist ook al hier en daar in een paar grafieken gezien hebben. Die kievieten, daar gaat het niet goed mee. Hè. We hebben een grote populatie kievit op akkers. Waarom is dat zo? Want 20 jaar geleden, zeker in Gent, was dat nog niet zo. Wij hadden die eigenlijk in de graslanden. We hadden een populatie op Gents grondgebied in de Leievallei van 150 broedparen, ook 25 à 30 paar grutto's. Begooien, Assels, Hoge Laken, Keuzemeersen, nog een paar kleine satellietgebiedjes daar rond. Het zijn al op zich geen al te grote gebieden eigenlijk, als het gelijk met de Nuitkerkspolder. En die is eigenlijk volledig verdwenen sinds de vos daar actief beginnen komen is. Dus op het punt dat er massale aantallen aanwezig waren, op een paar jaar tijd, zeg maar, in een fase dat we eigenlijk goed aan het aankopen waren voor die weidevogels, met een goed beheer, met heel veel andere parameters die belangrijk zijn voor weidevogels, die zeg maar optimaal waren, is die populatie volledig gecrashed. In de Assels bijvoorbeeld is dat op 3 jaar tijd gebeurd, tussen 2004 en 2008. Daar zaten 55 nesten van kievit en 12 of 15 van grutto. Het laatste jaar zaten de laatste nesten op zeg maar het verste punt van waar de vos zijn actie, zijn burcht van waarheid gebied binnenkwam. Het jaar daarna was het gedaan en sindsdien hebben we daar sommige jaren nog balsende grutto's of grutto's die daar zo een keer een paar dagen komen zitten, koppels. Een grutto kan 25, 30 jaar oud worden. Het zijn misschien nog dezelfde vogels, het is nog niet zo heel lang geleden. Maar balsen, dat komt daar niet meer van. Achteraf bekeken heb ik mij wel gerealiseerd, is dat eigenlijk in die periode ook, eigenlijk net na de vos, dat wij echt wel heel veel slechtvalken beginnen hebben als broedvogel. En ik kan me heel goed inbeelden in die kleine gebieden, gelijk de Assels, als er kievieten zitten, en er zit in het midden van dat gebied een slechtvalk op een paalke, die een kilometer of twee verder in de stad Gent broedt. Die kievit, volgens mij, die gaan niet balsen. En als ze balsen, denk ik dat ze redelijk rap prooi zouden kunnen worden van die slechtvalk. Dus achteraf bekeken, denk ik, dat er misschien eigenlijk nog wel andere oorzaken waren. Maar het feit is dus dat we een graslandpopulatie bijna volledig kwijt geraakt zijn op een heel korte periode. En op die akkers, ja, op die akkers heb je dat niet. Daar gaat het eigenlijk vrij goed met kievit. Predatie is daar eigenlijk bijna nihil van nesten, wat doorgaans is door zoogdieren 's nachts, eierenpredatie. Maar daar heb je natuurlijk wel heel grote verliezen door de landbouw, door ploegen, bemesten, rollen, inzaaien. En regelmatig, echt eigenlijk bijna standaard in de meeste jaren, zelfs tweemaal. Dus kievieten die nest verloren zijn door de eerste ploegbeurt, mest- en ploegbeurt, die opnieuw beginnen na een 10, 14 dagen en daarna nog een keer hetzelfde meemaken. Dat is eigenlijk bijna, ja, ik schat dat in als meer dan 50% maakt dat mee. En ik heb het al regelmatig gehad, dat tot 3 maal toe dat ze hun nest verliezen. Hè. En dan zit je natuurlijk al heel ver in het broedseizoen. En is de weerbaarheid er een beetje uit. Dan lukt het niet, dan is het dat jaar sowieso niets geworden voor die koppels. En je ziet dat ook dan eigenlijk op je populatie. Die dingen zie je dan eigenlijk een beetje zich doortrekken. Hè.
Ten zuiden van Gent bijvoorbeeld hadden wij tot 10 jaar geleden ook nog behoorlijk wat clusters van 5 à 10 broedkoppels in dat akkercomplex, samen met wat weides. Kinderen nog 10. En dat is eigenlijk bijna volledig verdwenen. Er zijn nog een paar kleine clusters. Maar het gaat vrij snel. En denk ik, ieder jaar zie ik toch wel plaatsen waarvan ik denk, hier zaten nu toch 5 of 10 jaar geleden toch nog 5 à 10 koppels kiewiet. En die zijn nu ook weg. Dus het ziet er niet naar uit dat het beter gaat. Vandaar dat het nuttig lijkt om iets te ondernemen. Maar er zijn een paar problemen. Ja. Die kievieten zitten doorgaans op maïsakkers. Bietenakkers, waar het jaar ervoor dus bieten gestaan hebben. Dat is het meest voorkomend. En ik denk dat iedereen dat wel een beetje beseft. Ik ben nogthans veel met landbouwers ook, met beheerovereenkomsten en met reservaten bezig. Maar zo die grote landbouw dan, op die maïsakkers, dat is toch nog van een ander kaliber. En je hebt daar doorgaans heel weinig contact mee. En bij mijzelf misschien ook, maar ik ken redelijk wat, toch behoorlijk wat mensen die eigenlijk er niet mee willen bezig zijn, omdat ze het gewoon te erg vinden wat er allemaal gebeurt. Hè. Dat is tientallen hectares die op een paar dagen geploegd worden, met tientallen nesten kievieten, schoolexters en misschien nog wel het een en het ander. Ik merk zo bij heel wat mensen zo van, ja, ik wil me daar eigenlijk niet mee bezighouden, dat is gewoon een beetje te erg. Maar ondertussen moet je toch wel zien dat bij allerlei overheidsinstanties, zoals de VLM, ANB, ook middenveldorganisaties, ook landbouworganisaties en alles wat er zo'n beetje tussen hangt, dat er toch een groeiend besef is dat we daar misschien toch wel wat meer aandacht aan moeten besteden en die een trend moeten proberen te keren. Dus op alle niveaus, zeg maar, wordt dat wel nu bespreekbaar. En is de kievit eigenlijk, en ik zag het ook in de enquête van Griet, de kievit is hot, zou ik zeggen. En de samenwerking landbouw-natuur is ook iets dat we tegenwoordig in alle subsidiekanalen en projecten die hier en daar worden uitgeschreven, zowel door landbouw als natuurvereniging, als dingen die ertussen zitten, samenwerking tussen landbouw en natuur wordt gepromoot, wordt gestimuleerd. Ik denk dat... moment om een keer, zeg maar, buiten ons natuurgebieden heel intensief ook weer met die soms zelfde vogels inderdaad bezig te zijn, is eigenlijk nu min of meer rijp. Wat is er dan van gekomen na wat gesprekken en wat aftoetsen, wat de mogelijkheden waren, of het juridisch wel kan, financieel kan, hebben we een samenwerkingsovereenkomst eigenlijk tussen de VLM en Natuur.Gent gedaan. Natuur.Gent, omdat we gewoon iemand moeten hebben met juridische aansprakelijkheid om een overeenkomst met een overheidsinstelling te doen. Waarom niet meer dan Natuur.Gent? We hebben het eigenlijk in 2021 een beetje gezien als een trial project, omdat het vrij uniek was, zo'n samenwerking, waar dat wij echt, zoals je in de tweede zin kunt zien, met de bedrijfsplanners in zee gaan en daar allerlei afspraken mee maken en samenwerken. Dat was zeker ook voor de WLM, was dat iets nieuws. Moest allemaal een keer bekeken worden. Gaat dat goed? Is dat de manier van samenwerken? Maar dat is al bij al vrij goed gelukt. Waarom is de WLM belangrijk? Die bedrijfsplanners die kennen natuurlijk wel doorgaans die landbouwers, die wij daar op hun tractoren. Dat zijn dan nog meestal de loonwerkers of familie of dit en dat. Maar die we dus op hun tractoren die grote maïsakkers zien bewerken. En waar dat wij soms wel een keer, ik deed dat wel af en toe een keer, als het echt zeg maar grote clusters waren, had ik al met de vogelwerkgroep en zo landbouwers aangesproken en een beetje tegen betaling nesten laten beschermen. Maar daar raak je niet heel ver mee als je zo'n beetje op je eigen of met een paar mensen. Maar met die VLM-bedrijfsplanners hadden we de mogelijkheid eigenlijk om veel meer mensen en veel sneller ook die landbouwers te bereiken. Want gelijk, ik denk dat iedereen er wel een beetje weet. Het is niet zo gemakkelijk uit te pluizen waar welke landbouwer zit. Dat mag de VLM wel. Alleen, het probleem een beetje daar is, zij mogen u niet zomaar door een naam doorgeven. Dus daar moest eigenlijk ook nog een tussenoplossing voor gezocht worden. Je kunt niet naar landbouwers stappen en dingen verwachten van hem zonder dat daar tegenwoordig een of andere steun tegenover staat. Lees een vergoeding. We hebben daar uiteindelijk beslist, die vergoeding,
eerst dachten we van we gaan 40 euro sowieso per beschermd nest. En als het nest uitkomt, hè, wat het hoogst haalbare is op dat moment, waar dat je zeg maar met die landbouwer naartoe kunt streven, dan krijgt hij 50 euro. Maar we hebben dan heel rap gezegd van ja, dat is eigenlijk een beetje moeilijk maken. Laat ons gewoon overal 50 euro. Dat is momenteel betaald door Vogelwerkgroep Gent, waar wij allerlei geld verdienen door Zin voor Natuurstudie bijvoorbeeld, maar ook door allerlei projectjes, soms wat dataleveringen, windmolenprojecten en dergelijke meer. En Natuur.Gent, via ook een oproep in ons tijdschrift. Natuur.Gent heeft tegenwoordig 9000 leden. En voor een, door een oproep in ons tijdschrift en andere kanalen voor een akkervogelfonds dat wij al enkele jaren opgericht hebben. Nu, daarover kan je discussiëren. Is dat veel geld? Moeten die landbouwers daarvoor betaald worden? Daar heb ik al met veel mensen over gediscussieerd. Iedereen heeft daar zijn mening over. Ik denk dat het gewoon niet anders gaat. En langs de andere kant maak ik mij sterk. Dus we hebben daar verschillende duizenden euro's van in 2021 aan gespendeerd. Ik ga dit van het jaar gewoon uit zeg maar de bedrijfswereld kunnen halen, dat geld. Hè. Dus we zijn nu in gesprek met verschillende actoren, zeg maar. En wij willen daar gewoon zeg maar een projectje van maken, waar dat wij dan bedrijven uit de grenskanaal zullen en zo proberen voor warm te maken. Een soort, zeg maar, adopteren van de kieviet of van een aantal kievietnesten en zo. Voor ons en ook voor de WLM was het uiteraard belangrijk om te weten hoe dat gegaan is. Dus de rapportage hebben wij dan ook verzorgd. En daarin dan ook zo de evaluatie van de manier van werken, het resultaat en de mogelijkheid om dat project uit te breiden of toch op zijn minst verder te zetten. Hetgeen dat op de foto was eigenlijk, dat is de hoofddoelstelling. Een pasvliegvlug, goed uit de kluit gewassen jong. Vroeg in het seizoen al vliegvlug, ergens midden mei van de eerste legsels. Maar uiteraard, zo ver konden we met dat project niet gaan. De eerste instantie was eigenlijk de nesten beschermen, dat ze zouden kunnen uitkomen. Wat daarna gebeurt, daar heb je nog veel minder pak op, uiteraard. Voor de VLM was het een beetje van belang om ook een projectgebied af te bakenen. Voor mij was dat niet zo heel belangrijk. Ik wou gewoon hier en daar wat clusters van kievieten doen. Maar voor hen was het een beetje belangrijk om het zeg maar intern ook verkocht te krijgen. En ook om een beetje te weten welke bedrijfsplanners die zijn regionaal ingedeeld, dat ze daarvoor zouden aanspreken. En dan was het vrij logisch om de grote regio rond Gent en Kanaalzone, waar ik al altijd actief ben, en dan zeg maar het tussenliggend gebied richting de Waaslandhaven, waar dat vooral in en rond de Moervaartvallei, dus zeg maar tussen de Gentse Kanaalzone en Sinaï, Moerbeke Sinaï, een enorme, toch een vrij grote populatie kieviten nog voorkomt. En een die het toch vrij goed lijkt te doen nog altijd. Hoe hebben wij dat gedaan? Leden van de vogelwerkgroep, mensen die kieviet weten zitten en ook een beetje ervaring hebben met nesten zoeken op akkers en aanduiden, die hebben nesten aangeduid of op zijn minst percelen waar kievieten op broeden doorgegeven aan de bedrijfsplanners, met een kaartje via Google Earth en dan op de Google Drive. Bedrijfsplanners konden dat checken in de database welke landbouwer daar was. En de bedrijfsplanners hebben dan de landbouwer gecontacteerd. En dat is belangrijk omwille van de GDPR-regelgeving tegenwoordig. En de landbouwer gevraagd of Natuur.gen mocht benaderen om bescherming van kievietnesten op hun percelen op te zetten. En als die landbouwer daar positief op instemde, konden wij dus eigenlijk in eerste instantie voornamelijk kregen wij dan een digitaal formuliertje toegestuurd door die landbouwer met zijn telefoonnummer en mochten wij die bellen. Dat duurde een paar dagen en soms is dat een beetje te laat gebeurd, maar dat is voornamelijk de groeipijnen op een nieuwe plaats het eerste jaar. Het is ook wel gebeurd, uiteraard kennen wij wel een beetje landbouwers. Je bent altijd vrij, iedereen mag een landbouwer die daar op zijn tractor zit aanspreken. Daar is niets verkeerd mee. En op die manier uiteraard hebben we ook wel een paar landbouwers zeg maar, benaderd. We hebben ze dan allemaal gecontacteerd en dan afgesproken. Ja, wat gaat er van het jaar op uw percelen gebeuren? Er zitten zoveel kievietnesten op. Een beetje uitgelegd wat in een kieviet is, wat een geschikt broedhabitat is.
Ja, je krijgt allerlei vragen, en dat weet iedereen van landbouwers zo van, ja, kunnen we die niet in de rand zetten daar tegen het riet en dit en dat? Ja, soms de raarste dingen, en dan moet je een beetje uitleggen wat een kievit is, wat die nodig heeft en wat goed is en wat slecht is. En ook al een beetje gemikt, zeg maar, naar het volgende jaar. Want die akkers uiteraard, die zijn heel dynamisch. En akkers bijvoorbeeld waar gras op ingezaaid wordt, bijvoorbeeld maïs waar gras op ingezaaid wordt, of gras als vanggewas naar andere oogsten. Ja, doorgaans, na de winter, is dat niet meer geschikt voor kiewieten. Dus hier en daar een keer proberen polsen zo, en proberen te sturen van, zou je dat niet doen? Of als je hem zo laat liggen, dan hadden we volgend jaar nog meer kiewieten hebben. Dat zijn zo de mogelijkheden die je dan hebt, als je dan toch in gesprek zit met die landbouwers. En regelmatig toch wel zeer sympathieke landbouwers, die ik dus helemaal niet kende, maar waar ik al 20 jaar op zijn akker van kwam, om vogels te ringen en op te volgen in het kader van het onderzoek met inboen naar nestsucces. Zeer vriendelijke mensen, en die tot heel veel bereid waren. Maar uiteraard geen of weinig kennis van die kiewieten, van die nesten. En ze dus jaar na jaar omgeploegd, of zijn zoon of zijn loonwerker. Dus wat werd dan met die landbouwer gesproken? Voor die nesten zelf, eerst van, kun je het niet nog een beetje uitstellen, de werkzaamheden. Er zijn heel wat nesten die nu bijna uitkomen. Als je nog een week wacht, dan gaan we al jongstjes hebben. Dan gaan de jongstjes hebben die waarschijnlijk een grote kans hebben dat ze zeg maar hun vluchtwegen hebben naar de rand van de sloot, als jij er met hun tractor opkomt. Maar we hebben wel gezien, dat wist ik al van daarvoor, op percelen waar soms 7-8 nesten op zitten, grote percelen van 2-3 hectare met 7-8 nesten, ja, dan wordt dat zeer moeilijk. En dan eigenlijk kom je soms in een scenario dat de werkzaamheden beginnen als je juist met heel veel koppels zit die met jongstjes zitten van minder dan een week. En dan zijn ze toch bijzonder kwetsbaar. En ik weet, en ook dit jaar hebben mij verschillende gezegd, dat veel landbouwers jongstjes zien. Hè, en ze gaan dat doorgaans niet zomaar dan verder ploegen. Ze wachten totdat die gepasseerd zijn. Of ze bellen mij op dat ze 3 jongstjes gehad hebben en ze hebben ze links van de ploeg gezet waar dat ze al geweest waren. Allemaal vrij wijs, gelijk dat we in Gent zouden zeggen. Maar je weet sowieso dat je daar verlies hebt. Hè. Vandaar dat ja, altijd een beetje wikken en wegen is. Als je jongstjes hebt, dan wordt het bijzonder moeilijk. Maar de meest courante werkwijze dat we dan besproken hebben, is gewoon het uitsparen van een onmiddellijke omgeving van het nest. Doorgaans 3 op 3 meter, 10-tal vierkante meter. Maar dan wel heel duidelijk gemaakt dat dat niet alleen de eerste keer is. Hè? Dat bij alle bewerkingen is, zolang die nest daar is. Hè? En landbouwers hebben dat doorgaans wel opgevolgd. Soms is dat mislukt. Hè? Een loonwerker die er gewoon niet naar luisterde, of die misschien niet gecontacteerd is, we weten niet altijd. Doorgaans is dat vrij goed gelukt. En was dat eigenlijk de methode die we het meest kunnen gebruiken hebben. Ook een beetje uitgelegd van op het moment zelf, rust rond de nestplaats, als je het perceel met 7 koppels hebt. Hij stopt zijn tractor voor onderhoud of voor zijn middagpauze een half uur, dat hij dan niet in de buurt van een nest doet, maar daar minstens 20, 30 meter van zit. En misschien liefst in zijn tractor blijft zitten, want dan zie je dat die vogels dat bijzonder gemakkelijk aanvaarden. Zo van die kleine dingen, dat je toch van verschiet, dat landbouwers dan toch van verschieten. Nou ja, is dat zo? Ik wist dat niet. Dus hier en daar een beetje wisselwerking, die op zich wel nuttig bleek. De methodes van uitsparing hier is dus eigenlijk gewoon een stukje van 3 op 3 meter rond een nest. Dus een 10-tal vierkante meter. De manier waarop, dat laat je aan de landbouwer over. Je zorgt er gewoon, je maakt dan gewoon duidelijk dat die nest met die 4 eieren, bijna altijd 4 eieren, dat die moet blijven liggen. En de ene landbouwer gaat dan zijn ploeg even opheffen en achter de nest weer insteken. De andere gaat er een beetje rondrijden. Dat doen ze doorgaans minder graag van hun lijn afwijken. Je kunt niet heel veel mogelijkheden doen natuurlijk, maar we lieten het aan de landbouwer over. Wat een ene landbouwer met 9 aangeduide nesten op zijn perceel, die is eigenlijk voordat hij aan de werken begonnen geweest, naar ieder nest, die dus aangeduid was met stokjes, van ver zichtbaar, heeft hij daar een voorbewerking aan gedaan. Zodanig dat hij daarna, zeg maar, kon vlammen met zijn tractor en toch altijd in een goede sleuf zat om met zijn tractor rap te kunnen doorrijden. Dus die heeft er echt wat moeite voor gedaan.
Maar er dan toch voor zorgt dat hij daarna een perceel van, ja, ik denk dat dat makkelijk een perceel was van 4 of 5 hectare, dat dat aan ja, de maximumsnelheid wat dat ze soms ziet rijden, kon doen. Stokjes voor de aanduiding zijn van belang in het begin. Als je daar zeg maar een stoppelveld hebt, met ook nog veel onkruid op, dan vind je die nest niet. Dan moet je, en zeker voor een landbouwer en een loonwerker, heel duidelijk met de aanduiden. Dat deden wij meestal met wilgetwijgen van 1,5 meter, 3 meter voor en 3 meter achter de nest. Leidt niet tot meer predatie, nog nooit vastgesteld op duizenden nesten dat ik ondertussen zo al zeg maar, behandeld heb. Maar eens dat die bewerking gebeurd is, heb je een eilandje dat van honderden meters zichtbaar is, gelijk dat je hier ziet. En dan is dat niet meer van belang, die stokjes. Dus dan zien ze die plaats wel. Nu, je ziet iets raar, zie ik op die foto. Ik wist het zelfs niet, dat is eigenlijk in het kader van het onderzoek. Hier zit een wijfje kiewiet op de nest in een inloopkooi. Een vogel die ik daarna gekleuringd heb. Een kleine populatie die ik eigenlijk opvolg. Je ziet dat die vogel zit heel rustig op haar nest te wachten, zeg maar, tot als ik haar weer kon verstoren om te ringen. Maar zo ziet dat er dus dan uit. Hier was dat trouwens een platgespoten grasland, hè. Dus gras ingezaaid, maar dan toch niet gewoon ingeploegd, omdat ze dan vrezen dat er toch vanuit de wortels te veel gras doorschiet. Maar eerst platgespoten en 3 weken later gescheurd, bemest, nog een keer bemest, ondergedaan en daarna ingezaaid. Zo intensief gaat dat op die maïsakkers. Hier en daar hebben we met schaaltjes gewerkt. Dat is iets intensiever. En dat is eigenlijk voor landbouwers die niet zagen zitten om daar een vlek van 2 of 3 meter. Die begonnen dan over van, ja, maar dan ligt dat oneven en dan is dat niet schoon en dit en dat. We hebben daar niet lang over gediscussieerd, gevoeld dat aan. We moeten die de mensen niet proberen te overtuigen. We gaan hier met schaaltjes werken. En dan moet je gewoon vooraf de nest, zeg maar, de eitjes even opzij leggen. Meestal de nest kun je met een spa heel snel op een kluit uitgraven op een schaaltje. Dus gewoon een bloempotschaaltje van doorsnee 25 of 30 centimeter. Soms brokkelt die dan uiteen, maar dan maak je gewoon zelf een nieuw kuiltje. Je doet daar de strootjes in die de kiewiet al gebruikt had voor haar nest als bodembedekking. En je graaft dat weer in. Dat moet niet volledig zeg maar, ingegraven worden, maar toch zoveel mogelijk. We hebben een gat die gewoon op de akker teruggezet zijn. En alle kievieten, hebben we gezien, zijn er terug gaan opzitten. Dus ze zijn zodanig gebiologeerd om op die eieren te zitten dat ze zich daar niet van aantrekken. De enige keer dat het niet gelukt is, dat was door loonwerkers, is als er 2 schaaltjes op 3 meter van elkaar gezet werden. En dat was een beetje voorspelbaar dat je dan die kievieten niet terug op de nest ging krijgen. Maar dat is... Het voordeel hiervan is dat we verschillende landbouwers, dat we een beetje moeten dan een beetje vertrouwen, die zeggen van, wat, moet je niet terugkomen, zal ik de volgende keer wel doen, ik zal ik dat schaalje wel opzij zetten en weer een beetje ingraven. En doorgaans is dat denk ik goed gelukt bij heel veel nesten, dat ik niet heel veel, want ik denk dat we uiteindelijk maar 12 met schaaltjes gedaan hebben, hebben we dat eigenlijk vrij succesvol kunnen opvolgen. En dan is er nog zoiets natuurlijk, nestbescherming door uitstellen van de bewerking op het volledige perceel dan. Uitzonderlijk zou je dat kunnen toepassen. Heb ik in Gent al gedaan. Hebben we dan zeg maar aanzienlijk veel meer voor betaald dan een landbouwer om zeg maar zijn ongemak te vergoeden. Maar dat lijkt mij eerder materie voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. En dat zal waarschijnlijk een vrij serieuze vergoeding impliceren. En dan spreek je echt over vergoedingen per hectare. En dan gaat het niet meer over €50 per nest. Dat is natuurlijk nog net iets meer dan alleen die kiewietnesten dat je dan eigenlijk goed mee doet. Maar ik denk, ik heb al gehoord dat die sowieso in de eco-regelingen pijler 1 dus van de subsidies zou zitten. Of eventueel nog via beheerovereenkomsten hier en daar zou kunnen gebeuren. Ik denk dat dat vooral relevant is op percelen waar je meer dan 2 broedparen per hectare had. We hadden zo hier en daar percelen van 3 hectare met 9, 10, 12 koppels op, nesten op. En dan zit je daar aan 2, 3. Daar is dat wel ideaal, denk ik, om op die manier iets te doen voor die kievieten.
En je sluit dan natuurlijk ook de meerwaarde tegenover het uitsparen van de nest zelf, is doorgaans als ze op die akkers blijven. En dat is meestal zo wel, is dat de jongstjes ook 100% veilig zijn voor landbouwwerkzaamheden. Uiteraard niet voor de andere dingen waar dan een jong wel een keer van zou kunnen sterven. De resultaten hier. We hebben 90 nesten echt aangeduid waar dat we in gesprek met de landbouwer zijn voorgegaan en die effectief beschermd zijn. Daarvan zijn er heel veel volledig gelukt. Maar er zijn er toch nog een aanzienlijk deel, 17 van de 90, mislukt. Door de loonwerkers die een beetje te nonchalant waren. Loonwerkers die gewoon niet geluisterd hebben. De boer die eigenlijk ook... Ja, om een of andere reden niet zeg maar de baas meer was op zijn akkers, maar een beetje van de goodwill van loonwerkers of van andere boeren dingen kon laten doen. Alle van die dingen dat ik het fijne niet van weet. Maar het, ja, hier en daar, die eerste bijvoorbeeld, wat heel frappant is, maar 2 van de 11 nesten gespaard. Dat was een heel rare situatie die ik zelf niet kan navertellen. Dat was altijd ook een ander verhaal dat we horen. We hopen alleen, als we daar volgend jaar gaan, dat misschien iets beter gaat werken. We hadden ook nesten die we aangeduid hadden, en die, waar dat we bijvoorbeeld maar na 3, 4, 5 dagen later de boer te pakken kregen en die dan al uitgekomen waren, die hebben we niet eigenlijk meegeteld als zeg maar beschermd. Dus ook niet voor een vergoeding. Omdat ze al uit waren voor de landbouw iets moeten doen heeft. Trouwens moesten mensen hier, dat staat in de laatste slide, gebieden zien waar dat ze denken, oh, daar wil ik ook wel mee helpen. Ik zoek nog vrijwilligers, we zoeken hier in het Gent nog vrijwilligers. Maar dat is dus bijna allemaal in de regio tussen Gent en het Waasland. We hebben ook een 30-tal nesten gehad waar dat we gewoon geen afspraken kunnen maken. We hebben een paar landbouwers gehad tot de VLM, die hebben we dus niet gehoord, waar de VLM-bedrijfsplanner zei, ja, die wil er gewoon niet van weten. Die heeft iets aan de hand met een weg die door zijn percelen wordt geplant, of die heeft daar grond kwijtgeraakt, die wil er niets van weten. En dat hebben we dan ook zo gelaten, we hebben die aangedrongen ook. Dat is spijtig, maar dat is gewoon zo. We hebben er ook gehad waar dat we wel contact gegeven van hebben, maar waar dat we eindeloos naar proberen bellen hebben en die nooit opgenomen hebben. Ja, wat er het fijne van is, weten we niet, maar ja, dat zijn dingen die je in zo'n project sowieso altijd gaat tegenkomen. Van 21 nesten heb ik op de manier dat ik het doe, dat is niet intensief, maar wel heel accuraat, nest opgevolgd. En daarvan, via de Mayfield-methode, is 86% uitgekomen. Dus in principe, zeg maar, nestsucces bij steltlopers wordt gerekend dat 50 of 60% van nesten moeten uitkomen om daarna ook, zeg maar, de kans te hebben om voldoende jonge vliegvruchten te brengen, om aan een bepaalde threshold te komen van aantal vliegvlugge jongen per koppel om een populatie in stand te houden. En op die akkers, maar dat wist ik al uit voorgaand onderzoek, de predatie is er bijna niet in. Een vos, waar je nu al het een en het ander en ervoor al zeker ook gehoord hebt, die eindeloos op een biodivers grasland met veel weidevogels, 's nachts kan zitten rondlopen en soms op één nacht 10 nesten kieviten kan pakken, die komt gewoon niet op zo'n kale akker. En ook andere zoogdieren komen daar niet op. En doorgaans toch, de grote constante, is dat eierpredatie 's nachts door zoogdieren gebeurt. Ja, dus ook kraaien en zo van die dingen of zo, die zijn niet van belang als predatoren van eieren op die akkers. Nu, om het een beetje te kaderen, die Mayfield-methode, dat is eigenlijk een methode die overlevingskans per dag berekent voor een nest. Daaruit kun je dan uiteindelijk wel je nestsucces in het geheel berekenen. Maar dat is dus net iets anders dan zeggen, ik volg 10 nesten op en daarvan zijn er 9 gelukt. Maar daarmee is het vergelijkbaar. Zeg maar de klassieke methode. Als je een Mayfield resultaat van 86% hebt, dan wil dat eigenlijk min of meer zeggen, als je 10 nesten hebt, dan zijn er daar 9 van uitgekomen. En het broedsucces uiteraard, daar heb je veel minder zicht op. Hè. Het aantal jongen dat uiteindelijk uitvliegt, wat dan wel ongeveer 0,7 naar 1 jong per broedpaar per koppel per jaar moet zijn om de populatie stabiel te houden of licht groeiend, daar hebben we geen kijk op. Daar ben ik altijd heel eerlijk in. We hebben een vrij goed buikgevoel van ons project. En we hebben wel heel duidelijk op bepaalde percelen waar jaar na jaar goed broedsucces is, waar de koppels ook bijna altijd met de jongen op de percelen zelf blijven. Ja, er is één perceel bijvoorbeeld met
11 of 12 nesten, waar dat er 6 met 3 grote jongen gelijk hier rondliepen, ergens rond 10 mei. Dus dat is op 3-4 dagen van vlucht zijn, ja, dan zit je ver over die 0,7 als in 1. Andere plaatsen, ja, daar zaten ze in traaigras of zaten ze in B-kanten met veel begroeiing. Ja, dan is het gewoon onmogelijk om te weten komen hoeveel jongen. Maar dan zagen we toch wel van, kun je een beetje rekenen met een bruto territoriaal succes. Dus alarmerende ouderparen en zo. En dan waren er eigenlijk weinig gebieden. Een paar waren er wel, waar dat we denken, maar hier zijn waarschijnlijk toch geen jongen grootgekomen. Maar doorgaans denken we toch dat we vrij goed zaten, ook wat het broedsucces. Maar het nestsucces, waar dat we dus met dit project invloed op hadden, dat was schitterend. En vooral ook, voor mij lijkt me toch belangrijk, ook die eerste nesten. Hè. Bijna alle nesten waren eigenlijk tussen 15 maart en 15 april die we beschermd hebben. Dus dat eerste legsel. En het is niet voor niets dat die kieviten vechten in het voorjaar om zo vroeg mogelijk te broeden. Dat is eigenlijk om zo rap mogelijk goede, fitte jongen te hebben. Om daarna zelf het gemak te hebben van op een gemak te kunnen ruien, wat veel energie vraagt. En vroege jongen zijn doorgaans ook zeg maar, de jongen die fitst worden en ook de meeste kans hebben om daarna de eerste winter te overleven. De aanbevelingen uit het project, en dan zit ik bijna op het einde. Nou, die bedrijfsplanner, dat is eigenlijk cruciaal. Anders heb je dat heel weinig pak, heel weinig contact met die landbouwers. Hè. En die bedrijfsplanners, die kunnen dat perfect. Hè. Die doen eigenlijk hele dagen niet anders. En dat was toch wel een onoverkomelijk probleem. Moesten we die niet gehad hebben. Het was soms te laat. Ja. Een bedrijfsplanner is ook een werkmens, gelijk u en ik. Dus ja, soms stuurde ik vrijdag nog een mailtje of een telefoontje van dat perceel in die gemeente, daar, dat kaartje, en kreeg ik pas maandag het antwoord. Kon ik misschien zelf, of de vrijwilliger kon pas de woensdag gaan. En soms zei je dan net te laat. Ja. Maar dat is het eerste jaar. Dat gaan we volgend jaar daarna doorgaans. Denk ik in 90% van de gevallen heb je het contact van die landbouwer en gaat daar geen andere landbouwer op zitten. En dan kun je eigenlijk van in het begin al een keer gaan polsen voor het broedseizoen. En momenteel zijn we nog in bespreking. Eigenlijk voornamelijk VLM intern, of we het project gaan verder zetten en eventueel uitbreiden naar plaatsen die zich aandienen. Hè. Dus regio's misschien een beetje verder dan Gent, mag zelfs een andere provincie zijn, waar mensen, zeg maar, en dan spreek ik eigenlijk nu iedereen die hier bezig aan, waar mensen zijn die denken van daar zou dat nuttig zijn of zo. De VLM staat daar open voor. Ik moet blijven benadrukken, voor een overheidsinstantie gelijk de VLM, dat je zo nauw kunt samenwerken met een bedrijfsplanner, dat is vrij uniek en dat moeten we echt gebruiken, denk ik. Dat is echt de ideale manier om in dat landbouwgebied wat meer, zeg maar, richting de bescherming van die akker- en weidevogels te werken. Een andere aanbeveling had ik al gezegd, dat zijn die grote percelen waar op één perceel 5 à 10 nesten zijn. Ja, dat zou beter eigenlijk via de landbouwsubsidies, via de landbouwregelingen, eco-regeling of beheerovereenkomsten gedaan worden. Dat is veel werk, waar dat uiteindelijk op één simpele manier zou het kunnen oplossen. En dan ook nog een keer de jongen een safer opgroeigebied zouden kunnen geven. En dan zou je die vrijwilligers kunnen inschakelen voor zeg maar, de meer kleinschalige percelen, waar je op ieder perceel wel 1 nestje hebt, of de 2 nesten over 3 percelen en zo van die dingen. Werk genoeg, denk ik. We hebben 90 nesten gedaan, eigenlijk 120 aangeduid, maar we zaten in een zone met 200, 250 nesten op akkers. Wat belangrijk is voor ons, is dat we ons vrijwilligersnet nog moeten uitbouwen. Ik heb met mijn stagiair heel veel gedaan, omdat het eerste jaar was, omdat het een trial was. Ik heb nu hier en daar wat vrijwilligers die zaken van mij gaan overnemen. Ik zal daar sowieso de eerste keer in maart wel nog een keer moeten tonen, dit en dat. Maar de bedoeling is toch dat we hier en daar wat vrijwilligers daarvoor warm maken. Ik moet zeggen, ik heb vrij veel respons. Dat is bij ons al gecirculeerd in natuur.gent. En van echt heel veel mensen die heel weinig, behalve dat ze lid zijn voor natuur, met natuur te maken hebben, heb ik toch al gehoord, die willen meewerken. Die ook verschieten van, zitten er in ons dorp ook nog kieviten? Hè? Ja. Dus ja, ik denk dat het mogelijk is. De capaciteit is er volgens mij. En het zal ook, ja, hoe meer mensen die weten wat kieviten zijn, wat andere akkervogels zijn,
wat er misgaat, of wat er beter kan in landbouwgebied, hoe beter, denk ik, voor de bescherming van de fauna en de flora daar. En een stap verder, na een aantal jaren, hier en daar hebben we dat al toegepast, is eigenlijk dat we kennis vergaren over, zeg maar, de functionaliteit van akkergebieden, om dan gericht de beste akkers in te schakelen. Dus jaar na jaar, soms heb je, op sommige akkers hebben we altijd nesten mee. Sommige akkers in die Moerwaardvallei daar, in de buurt van Wachtebeke, Puinbroek, iedere jaar zitten daar 8, 9, à 10 nesten op. Er zijn akkers waar dat al altijd zo geweest is. Maar in andere stukken is dat, ja, daar is dan een keer een akker met te hoog stoppel. Of met ingezaaid gras dat te hoog staat na een zachte, natte winter, gelijk nu. En dan gaan die kieviten daar niet op zitten, dan gaan ze ergens anders gaan zitten en zo. En als je daar een beetje een kijk op hebt, zo, waar zitten de kieviten graag? Waar hebben ze misschien een beter broedsucces, doordat ze verder van wat boom zijn, verder van een baan? Dan zou je misschien al kunnen beginnen denken dat je met die landbouwen zo een beetje beginnen sturen. Zo, van, zou je er niet in het najaar voor zorgen dat je een akker er zo aan ziet? Dat gaat eigenlijk in het voorjaar er zo uitzien en dat gaat fantastisch zijn. En het is de beste plaats voor die kieviten. Dus op die manier zijn we ook al aan het denken hier en daar om wat meer kennis op te doen. En dat was zelfs mijn laatste slide. Dankjewel Geert voor uw inspirerende voordracht. Het was een hele hoop en jullie hebben daar enorm veel goed werk verzet. Dat is duidelijk. Ik hoop dat heel veel mensen mag inspireren. In ieder geval zijn er heel veel vragen over binnengekomen. Dus als ik mag, laat uw microfoon maar aanstaan, want je bent nog wel even aan het woord, zo te zien. Een eerste vraag die binnenkwam van Koen Maas. Ik moet even terugbladeren, want ondertussen zijn we al een hele stuk verder. Is wettelijke verplichting nestbescherming zoals in Nederland een valabele optie? Vraagt Koen. Moest het een valabele optie zijn, dan was ze al toegepast, denk ik. Ik bedoel daarmee, is ze haalbaar binnen het kader dat de landbouw- en de natuurwetgeving bij ons nu is. Ik heb dat een paar jaar geleden, een serieus aantal jaar geleden, aan een paar mensen al een keer voorgesteld. Zouden we dat nu een keer niet doen? 100 of 200 nesten aanduiden en dat gewoon in de pers brengen met bordjes met een kieviet opgetekend en zo. En daarna, hoeveel nesten zijn ervan vernield? En dan, zeg maar, met het kader rond dat eigenlijk nesten beschermd zijn. Maar dat is conflicten opzoeken. Ik denk dat het een piste zou kunnen zijn, maar ik zie ze niet haalbaar in Vlaanderen momenteel. Als je strikt de wet zou volgen, is dat inderdaad zo. Maar langs de andere kant is die wet er al, hoe lang al? 30, 40, 50 jaar. Ja? Dat nesten van vogels beschermd zijn, van beschermde vogels, dat je daar niet aan mocht komen. En ieder jaar worden er vroeger 10.000, nu zou ik toch nog denken, 1.000 nesten geploegd. Dus we zitten daar in elk geval ver van. Ik vind het al zeer positief dat er nu niet alleen vanuit natuurhoek, ook vanuit landbouw, allerlei soorten landbouwverenigingen, heel veel aandacht naar gaat. Dat er vanuit de overheid al veel meer oor naar is en effectief bereidheid om daar rond samen te werken. Ik denk dat dat de piste is die we noodgedwongen de komende jaren gaan moeten bewandelen om zeg maar, die kieviten en eventueel een paar andere soorten ook iets te doen. Oké. Een tweede vraag was of er een succesverbintenis ten opzichte van die subsidie die jullie voorzien voor de landbouwer staat. Maar eigenlijk, ik heb dat in het begin even misschien niet goed uitgelegd, dachten we van 40 euro als hij de nest spaart en 50 euro als hij ook uitkomt. Maar dat verschil van 10 euro heeft hij dus zelf niet in de hand. Want als hij de nest spaart, dan heeft hij zijn ding gedaan. Dat hij dan toch door een kraai gepakt wordt of verstoord wordt of een slecht valk pakt een van de adulten of zo, wat ook kan gebeuren, daar kan die in de landbouwer niet in. Maar we dachten van misschien, als je dat wel zou doen, als dan een landbouwer is die regelmatig naar 40 geeft, dat je kunt beginnen nadenken van, zou ik mijn gebied niet kunnen verbeteren voor die kieviet, dat die nesten wel gaan uitkomen. Want het is eigenlijk een beetje ver gezocht. En het wordt complex. En dus we hebben dan gezegd zo, als die nest beschermd wordt, tot als de eieren uitkomen, 50 euro. En dat is, dat is wat ik een resultaatverbintenis, een succesverbintenis noem. En verder dan dat kun je niet gaan, hè.
dat er jongen uitkomen, dat is dan evident. Maar dat die jongen ook effectief zeg maar, opgroeien en vliegvlug worden, ja, daar spelen zodanig veel factoren mee. En ook heel veel onzekerheden, dat je dan moeilijk als een resultaatsverbintenis in zo'n project kunt steken, denk ik. Ja. Oké, okay. Jullie gaan op terrein controleren of het nest ontzien wordt, neem ik aan, door de landbouwer? Ja, we hebben dat doorgaans redelijk veel intensief gedaan. Maar het gebeurde wel. Ik kwam er zo direct twee. Eén bijvoorbeeld, die op 3 akkers 9 nesten had. Waar dat we van wisten dat die ging ploegen, dat we niet kunnen controleren hebben. En dat we achteraf maar zagen dat er 5 nesten nog aangeduid waren. De rest was geploegd met eieren. En ja, dan belt je die landbouwer en dan zei die landbouwer, ja, maar die nesten waren allemaal leeg, die waren allemaal al uitgekomen. En die heeft hij dan niet gespaard. Nu, ik ben geneigd om die mensen te geloven, want chronologisch kon het ook. Hè? Dus, ja... Doorgaans hebben we dat wel vrij goed opgevolgd. En je moet daar niet voor naar de nesten. Dat kun je van op de kant gewoon. Je ziet altijd aan de kieviet, als je weet waar hij gebroed heeft, of die nog, zelfs als die niet op de nest zitten op die moment, je ziet bijna altijd aan het gedrag dat dat nog oké is daar. Als die nest gepredeerd is, of er iets mee gebeurt, dan gedragen vooral die wijfjes, die herkenbaar zijn, doordat ze wat minder zwart zijn en wat meer wit in het gezicht, die gedragen zich doorgaans bizar. Echt zo een beetje de nestplaats ontwijken. Zo. Dus in de weinige gevallen dat er niet een van de partners op de nest zat, want mannen kan ook even goed op de nest zitten, doorgaans meer 's avonds, maar kan ook eventueel 's morgens of midden op de dag. Zo. Dus dan konden we het bijna altijd van op de kant zien, van ah, daar op de nest, daar op de nest. En zo gewoon 7, 8, 9 nesten op 1 akker op 5 minuten afkijken en we wisten eigenlijk wat de situatie was. En heb je dan 4 of 5, waar je ziet dat ze niet op de nest zitten, ja, dan gaat je wel gaan kijken, want dan wil je weten wat er gebeurd is. Okay. Als er jongen zijn in het spel, zag je het ook bijna altijd toe. Die zitten ergens vlakbij met een jongen. En het gedrag is ook helemaal anders dan wanneer dat de nest verloren gegaan is. Okay. Moeten de landbouwers een aanvraag indienen om die vergoeding te krijgen? Of regelen jullie dat rechtstreeks met de landbouwer? Dat financiële luik, dat hebben wij dus, omdat dat voor een overheidsinstantie, gelijk de VLM, er zijn ook altijd risico's dat er in conflict komt met andere subsidies, dat hebben wij volledig voor ons genomen, wat ik nu de laatste maanden gedaan heb. Dat is, dus we hadden contactadressen, gsm-nummers doorgaans, maar soms ook mail van die landbouwers. Heb ik hen gevraagd van een rekeningnummer door te geven en dat wij voor zoveel nesten gaan storten op hun rekening. Prima. Er komt dus wel een beetje administratie bij kijken. Ja. Ja. Maar ik denk doorgaans dat het... we hadden zo'n beetje een doelstelling, alhoewel dat een pilootproject was van 100 nesten zou dat niet fantastisch vanuit de VLM. Was dat zo, 100 nesten zou dat niet fantastisch zijn, moesten we dat kunnen realiseren? Ik zei ja, eigenlijk... Praktisch is dat geen probleem. Het gaat wat meer tijd vragen, maar we gaan ervoor gaan. We hebben er uiteindelijk 120 aangeduid. 90 ervan, zeg maar, zaten echt in het project. Mooi. Dat zijn zeer mooie cijfers natuurlijk. Rika vraagt zich af of ze, als ze dit jaar ergens kieviten ziet of koppels ziet, waar dat ze dat kan doorgeven. Dat kan natuurlijk altijd via waarnemen.be. Dat wordt opgevolgd. Als je dat dan echt de exacte locatie ingeeft, weten we ook over welk perceel dat het gaat. Dat is ook in de buurt van Sint-Niklaas. Geert, ik weet niet of dat nog binnen jouw werkgebied valt, maar eventueel... Ja, wel. Contact opnemen, mijn werkgebied is zeer relatief. Hè? we hebben gewoon nesten van kieviten beschermd. Daar eigenlijk zelfs regelmatig er wel met mensen over gebabbeld ter plaatse. Maar ik heb bijvoorbeeld niet Natuurpunt Waasland gecontacteerd dat ik daar een kievietnest in Stekenen of zo ook meegenomen heb. Of zo. De bedoeling is wel dat dat netwerk zich nu uitbreidt. Hè. Dus als nu iemand zegt, ik denk dat daar nesten weet zijn, zou ik eerder geneigd zijn om te zeggen, contacteer uw lokale voorwerkgroep of uw Natuurpuntafdeling. En vraag daar, kan ik bij u terecht of kun jij me iemand geven waar dat ik bij terecht kan? Hoe meer decentraliseren, voorwaarden dat mensen het opnemen, hoe beter zou ik denken. Ja, en als er toch concrete vragen over zijn, kan je ook altijd bij de werkgroep terecht natuurlijk. Ja. Dan proberen wij jou wel in de goede richting te sturen
of de nodige ondersteuning te bieden waar dat mogelijk is. Dan denk ik dat er nog werd gevraagd van of er een maximumbedrag staat op wat je per landbouwer betaalt. Als ik het goed begrijp, Katrien. Nee, het is 50 euro per nest en beschermt die 10 nesten, dan krijgt die 500 euro. Oké. Hoeveel nesten kunnen er zo per hectare gevonden worden? Hoeveel afstand houden kieviten graag onderling? Vraagt Rudy. Allee, ik had dat ergens. Ik ga binnenkort ook dat rapportje, dat verslagje doorsturen. Daar heb ik, had ik dat in berekend. Maar ik denk de hoogste was toch 3,1 nesten per hectare. Dus je moet rekenen dat dat waren waarschijnlijk 9 nesten op perceel van ongeveer 3 hectare. Ik denk dat we op 2 nog hoger gaan zitten. Maar langs de andere kant, een beetje verder, hebben we dan 2 nesten op 6 hectare. Maar ja, je hebt van die clusters op de beste akkers, hè, waar dat ze zo. Dan wordt doorgaan zo nog niet de volledige akker zeg maar, door die nesten bereikt, maar zo ongeveer een goede helft aan een bepaalde kant, waar dat iets beter is of waar dat ze zich iets veiliger voelen. Ik denk een van de foto's. Ik ben nog aan het telen. Wacht. Dat was hier eigenlijk een verhaal apart. Dat staat in het rapport. Dat is een landbouwer. Dat was in Mendonk, aan de Zuidleden. Dicht bij de Gentse kanaalzone. Die had 8 nesten. 9 koppels, al 8 nesten. 30 maart. Ik had contacten gekregen. En toen ik hem belde, zat hij op die akker op zijn tractor en was hij alles aan het ontploegen. Het was te laat. Dus 9 nesten of 8 nesten omgeploegd. De 9e koppel was nog niet nesten bezig. Dan heb ik met die landbouwer overeengekomen, zo rond 10 april. Van kijk, we zijn nu zeker, ze gaan allemaal opnieuw beginnen. En regelmatig is dat ook zo. 10 koppels worden uitgeploegd, 10 koppels beginnen opnieuw. Heel regelmatig. Hebben dat doorheen de jaren al vastgesteld. Dan hebben we tegen die landbouwer gezegd, we gaan dat toch geen een tweede keer doen. Hè. Dus rond 12, 15 april hebben we daar 8 nesten op schelkens gezet. En de 9e is er daarna bijgekomen. En je ziet hem hier op de foto. Hè. Dus hier, dat zijn al allemaal tweede broedsels. Rond 15 april, 8 staat er zo op een schelken. En die 9e die is er dan daarna nog bijgekomen. En die zit, ja, die foto vervalst dat een beetje, maar die zit geen 10 meter van dat andere nest. En dat kunt je regelmatig hebben, zo om de 10 meter een nest zo op de beste stukjes van een akker. Ik denk dat je ze doorgaans meer met 2-3 redelijk dicht bijeen vindt, dan dat ze zeg maar homogeen verspreid zijn over een akkerperceel. Oké, Geert, nu dat we toch naar die foto aan het kijken zijn, jij gebruikt takjes voor het aanduiden van de nesten, ja, in plaats van stokjes. Wil je dat nog even toelichten? Ja, ik trek gewoon de dichtstbijzijnde schietpulk, trek ik takken af, twijgen. En liefst nog wel wat blaadjes aan, dat de landbouwer heel goed ziet dat daar een tak staat. Want hier is dat heel duidelijk, omdat die akker al een keer geploegd is, bemest. En weer, zeg maar, gelijk getrokken, geniveleerd. Maar op een perceel met stoppel, met allerlei onkruiden op, gelijk vogelmuur en... dat is dan al paarse doornetel en hoornbloem en soms wat grotere dorre dingen nog van het jaar ervoor. Ja, dan moet je al een goede intak zetten om zeg maar boven de vegetatie uit te komen. Het was van lang dat die landbouwers zagen. Nu, ik doe dat al jaren zo en in het begin had ik daar zelf ook mijn twijfels over en kregen we daar kritiek over. Maar echt, dat trekt echt geen bijkomende predatie aan. Daar moet je echt geen zorgen over maken. Die kraaien die daar zitten, hè, hier rond dit, want dat was een perceel met bomen, staat ook in het rapport, met bomen, twee boomrijen en een populierbos aan de ene kant. Hè, dus er zaten altijd van elke nest, binnen de 100 meter was er hoog opgaand hout, waar redelijk wat kraaien zaten. Die kraaien, die weten, die kieviten allemaal zitten. Maar die krijgen gewoon geen kans, zeker als ze met 8-9 koppels bijeen zitten en als er een scholhekster bij zit. Wanneer krijgen die wel een kans? Als de boer daar aan het ploegen is en ze allemaal van de nest krijgt, of als jij als onderzoeker er naartoe gaat, dan zijn al die nesten bloot, zijn die vogels veel meer bezig met u
En dan krijg je de kraaien die gaan prederen. Dat hebben we op Linkeroever al meegemaakt. Zowel met kievieten als met visdieven als met kokmeeuwenkolonie. En dat is ook heel bekend. En doorgaans, parallel daarmee, met heel slecht weer, met heel harde wind en regen, krijg je dat ook, dat fenomeen. Dan kunnen die vogels niet, zeg maar, in een ideale baan de predator aanvallen. Dan gaan die liever die hoog in de lucht en zijn ze veel minder weerbaar. En dan zie je eigenlijk ook dat kraaien soms vrij spel krijgen in weidevoorgebied of bij visdiefkolonies. Maar ja, ik gebruik dus gewoon twijgen, dat was de vraag. Hè. Ja, en je laat die ook staan tot alle bewerkingen gepasseerd zijn? Wel, we zeggen tegen de landbouwer, kijk, die twijgen zijn belangrijk voor uw eerste bewerking, maar daarna ziet je dat gewoon, die vlakjes. Dus het is niet van belang dat ze blijven staan. Doorgaans, omdat wij zelf, zeg maar, later in het seizoen nesten zouden kunnen controleren, als eventueel de maïs al gegroeid is, dat je de schaaltjes niet meer zou terugvinden, doe ik bij een controle de voorste twijg weg en laat ik alleen de achterste staan. Het was trouwens hier van belang ook om mijn schaaltjes terug te vinden. Anders vind je dat nooit terug in zo'n opgeschutte maïszak. Gebruik je plastic schaaltjes of echt wel terracotta schaaltjes? Dus gewoon van bijna een AVV plastic onderschaaltjes van bloempotten van diameter, denk ik, 30. Ondervind je dan geen problemen ook, als het veel regent? Nee, want die zitten op redelijke kluiten. Hè. Het zijn ze heel ondiepe schaaltjes. Hè. Het zijn zo echt van die platte. En die nest die zit echt op een kluit van 5, 6, 7 centimeter. Maar ik heb ook al mandjes gebruikt en zo van die dingen. Alles gaat. Alles. Ik ga iets heel onnozel zeggen. Een werkhalm zo. Een gele werkhalm. Dat zou werken gewoon. Zo simpel is dat. Oké. Pieter vroeg zich nog af of het gebruik van elektrische flexienetten nog een oplossing zouden kunnen zijn als afrastering tegen vos. Hij vroeg zich af of dat al ergens werd uitgetest. Ja, wel. In de beginfase op Linkeroever, dus waar we toch al sinds 2011 denk ik bezig zijn met uitrasteren, hebben we zo van die dingen gedaan. Voornamelijk rond kolonies, visdieven en kluitenkolonies. Niet echt, zeg maar, gelijk dat nu de rasters daar staan, die soms een omtrek van 3 kilometer rond het gebied hebben. En dat gaat, maar dat is sowieso minder foxproof. Dus als je dat veel gebruikt, het eerste jaar heb ik de indruk dat bijna alles werkt, omdat die een vos ook bang is van iets nieuws. En die heeft een tijd niet om daar gewoon aan te worden. Maar als het daar tweede en derde jaar staat, dan is er al een soort gewenning. Heeft hij dan misschien ook al een keer, het is te zien wat je gebruikt, in de winter iets kunnen zeg maar passeren. En dat hij weet hoe dat moet en dit en dat. En dan ziet je dat, ja, als je echt veel weidevogels hebt en wat kolonievogels en eenden ertussen en zo van die dingen, dan gaat je toch beter naar iets waar dat je, zeg maar, ook met die fantastische rasters, gelijk op de foto van Dirk, dan sluit je ook nog niet 100% vossen uit. Maar het feit dat je hem er al 95% uithaalt, maakt dat predatiemijding niet gaat optreden. Dus dan gaan beesten wel beginnen broeden. En dan kan er daarna misschien nog wel af en toe een keer iets gebeuren dat er toch een vos in geraakt die wel wat nesten pakt, maar het gaat dan nooit het volledig weidevogelgebied zijn. Als je het niet doet, zijn de weidevogels kwijt. Hè. We hebben dalingen gehad op Linkeroever, Doelpolder Noord, van 90 koppels kiewiet naar misschien nog maar 20 territoria, bijna geen nesten meer. En weer een stijging na 3 jaar van die grote omrasteringen naar 105 koppels. Hè. Meer dan dat we ooit gezeten hadden. Het werkt zodanig goed dat alle beesten, lijkt erop, ze trekken gewoon elkaar aan. Het zijn clusteraars op zich, hè, die beesten. Ze trekken elkaar aan en alles gaat. En de zwartkopmeeuwen en zelfs leeplaars zijn er gewoon tussen beginnen broeden, tussen de weidevogels. Door de rust. Maar het gaat. 2 witte draadjes bijvoorbeeld. Zo van die draadjes rond schapenweides of rond een ponyweide. Hebben we ook al toegepast. Maar als je echt iets waardevol hebt met veel broedkoppels, een grote kolonie, pak dan iets beter. Want het gaat niet blijven werken. Oké. Dan stelde Leen nog een vraag of je altijd toestemming moet krijgen van de landbouwer om een nest aan te duiden. Dat doe ik niet. Dus nesten aanduiden doe ik gewoon. En ik heb daar ooit al ruzie van gehad met landbouwers. Langs de andere kant, voor het project met de VLM, is daar soms ook wel een interessant contact uitgegroeid. Dan beginnen dat uit te leggen, dit en dat.
En het zijn toch door de band gedwongen weinig landbouwers die ongevoelig zijn als je over zo'n dingen begint. Dan zie je toch, ze vindt wat aan de tand soms en ze gaan hun werk moeten aanpassen als je iets vraagt en zo van die dingen. Maar ze zijn zeker niet ongevoelig. Maar in principe, strikt genomen, denk ik dat je zou moeten zeggen, mogen je dan niet op een akker gaan om een nest aan te duiden. Maar ik heb er al heel veel mijn voeten naar geveegd. Ja, maar we raden mensen toch aan om zoveel mogelijk samen te werken met de landbouwer en toestemming te vragen voordat je het perceel betreedt, indien mogelijk. Ja, dan is er nog de vraag of het rapport dat je aan het voorbereiden bent met deze werkgroep gedeeld kan worden. Ja, dat mag op de website toekomen dan. Ja, dat zullen we dan volgende week wel toe. Ik wacht een beetje die beslissing af van de VLM. Ik dacht dat die 22 januari of 21 eind deze week was. Oké, super. Dan zijn we denk ik door de vragen. Het waren er een hele hoop. Dat wil zeggen dat toch wel heel veel mensen geïnspireerd zijn door jouw verhaal, Geert. Dus heel erg bedankt daarvoor.